goedendag en welkom bij de Midnight Movie Review. Vandaag zit ik hier met regisseur Jos Sluiser, die onder andere bekend is van films als Twee Vrouwen, Spoorloos, Homeland en die nu bezig is met het afmaken van de film Dark Blood, die in 1993 gedraaid is met River Phoenix. Nice to wake up and have people here. Fitted carbon dust filters. Complete air change every 6 hours. Heating system in 2 chambers. They're my friends. Early bird gets the worm, eh? Stop that. Harry won't like it. You're all alone out here. Attractive woman comes along, fluttering her eyelashes. But don't get too excited. Hey, this is what it is with you, isn't it? Everything to smart ass. That's what you've been aiming for, isn't it? No, it is not! I'll kill you! Come with me. De film Dark Blood in 93 is niet afgekomen. Klopt, ja, is niet afgekomen. River is dag of 11 voor het einde van de opname overleden. Toen aan een overdosis drugs overleden tijdens de opnames? Ik zal niet zeggen wat, want dat was vrij ingewikkeld bij de autopsie wat die allemaal geslikt had, zeg maar. Maar het was wel zo vooraf, zeg maar, dat ik wist dat hij wel eens drugs gebruikte. En de periode voor de film, dus zeg maar die 3-4 maanden ervoor, heb ik een beetje zitten opletten hoe het met de gezondheid was, laat ik het zo maar zeggen. Hij was dus of in Florida of in Los Angeles, maar of hij aan het musiceren, want hij speelde toen vrij veel meer dan filmen. En hij is met mij een weekje eerder dan, ik zou haast zeggen, nodig was, naar Utah gegaan bij opname, omdat ik met frisse lucht een beetje lopen in de bossen en in de bergen om even van, zeg maar, het nachtleven of het slechte invloeden, zeg maar, een beetje af te komen als het nodig was. Maar ik heb verder tijdens de film geen enkele last gehad van drugs. Ik heb er niet eens aan gedacht. We hadden gewoon een normale draaischema en je staat op en je werkt en je gaat naar de locatie en je filmt en je eet en je gaat weer naar bed, om het zo maar heel simpel te noemen. En ik heb dus nooit gedacht, oh, ik heb een acteur met een probleem, zeg maar. Of hij weet niet wat hij doet, of hij is stoned, of et cetera. Dat is nooit in me opgekomen in die periode van opname in Utah en New Mexico. Stond River Phoenix tijdens het draaien ook onder grote druk, of ging het allemaal redelijk makkelijk af? Nou, ik zeg, ik denk dat er bij filmen altijd druk is, überhaupt, zeg maar, welke film dan ook, al is het een komedie. Dan is er de druk, zeg maar, die eventueel uit je privéleven kan zijn. En dan is er, ik zou zeggen, de mogelijke druk bij het maken van de film, dus de filmkant. Dat je ofwel met andere acteurs of met crewleden of, nou ja, doe niet toe met productie, zeg maar, niet overweg kan. Dat kan. Het is niet onbekend, vond Judy Davis niet zo aangenaam. Dat was dus in de film zijn, ja, laat maar zeggen, soort stel wat verliefd werd, laat ik dat maar even simpel zeggen. En de actrice en hij, dat boterde niet zo. Het boterde
tussen haar en mij ook niet zo. Ah. Ook niet tussen de make-up of de kostuumpersoon. Zij was een hele goede actrice, maar een lastige dame. Een lastige dame, was ze dan onbeschoft of onaardig? Of, Ze was niet onbeschoft, maar ze was moeilijk. Laat ik maar zeggen, soms respectloos, soms... Maar een heel klein voorbeeld, als je dan acteert en je buiten de camera staat als tegenspeler of tegenspeelster en je praat, zeg maar, te zacht, dus de acteur zegt, die kan het niet goed horen, die kan niet goed op reageren. Dat had ze wel eens, dat ze dan geen trek had om zo te bespreken dat River het, zeg maar, het hoorde. Dus hij zei wat harder, alsjeblieft. Dan bleef ze een beetje zacht praten, waardoor hij het niet, bijna niet kon verstaan. Dus dan moet je energie besteden. Wat zegt ze of zoiets? Ik noem maar een voorbeeld. Of, het is heel moeilijk, zeg maar, om heel concreet te zijn over dingen. Want het zijn dingen die dan meestal door omstandigheden een beetje groeien, zeg maar. Ik zeg alleen, ja. Ze was af en toe lastig met mij, ze was af en toe lastig over de kleren, ze was af en toe lastig met wat dingen, maar ze was verder heel goed. De laatste dag dat u gedraaid heeft met River Phoenix, kunt u zich die nog herinneren? Ja. Viel u iets op of heeft hij iets gezegd waardoor u dacht van, goh, misschien is het toch nee, wel iets? Hij was, de laatste dag was hij, laat ik maar zeggen, high. Hij had dus iets gebruikt de dag ervoor en je merkte het aan de wijze van lopen, aan het minder goed afstanden, hè? Dus waar is de muur, zeg maar, hè? Dus dat hij is nogal van nature beweeglijk en die dag zat hij in de make-up stoel, zeg maar, een uur lang, wat hij nooit deed. Na 20 minuten had hij het wel gezien, zeg maar. Hij bleef een beetje dromen, zeg maar, staren. Dus je kon merken aan gedrag dat hij wel iets op had. Oké. En hij is toen die avond naar de club van Johnny Depp gegaan? Ja. En daar ging het mis? Daar ging het mis, ja. Het is... ik was er niet bij. Ik was er ook niet op verdacht, zeg maar, omdat hij de volgende dag een afspraak had met Terry Gilliam, die Brazil gemaakt. Dat was een van zijn lievelingsfilms van River. En we hadden van Jonathan Pryce, die had meer of minder geregeld, zeg maar, een afspraak met de regisseur. Hij zei, ik zie morgen een fantastische regisseur, noem maar op. Dan verheugt hij zich op. En hij zei tegen mij zo heel luchtig, 's avonds laat, toen we elkaar kruisten, zeg maar. Hij ging net weg toen ik binnenkwam, zeg maar, in het hotel. Zei die tot morgen en niks aan de hand, zou je kunnen zeggen. Maar dat was dus niet zo. Dus hij ging met een paar vrienden naar de club van Johnny, hè, met ook een paar muzikanten. Hij zou daar spelen. En op een of andere reden, geloof ik, kon dat niet of mocht dat niet. Of was het niet het goede moment. Dat was hij een beetje blijkbaar, maar dat hoor ik achteraf, een beetje geïrriteerd door dat hij daar niet kon spelen. Het ging mis. Hij is daar toen overleden op de stoep. Laat ik zeggen, zijn hart, laat ik het zo maar zeggen, had last van drugs die het hart versnellen, zeg maar, laten kloppen. En andere drugs die juist het vertragen en het hart weet dan op een andere manier niet meer welke kant die uit moet. En die begeeft het, zeg maar. Dat is wat er gebeurd is. Zowel door drugs die dan de zaak een beetje op een non-stop, zeg maar, een beetje vertraagd tempo en dingen die dus enorm activeren. Er is een heel onderzoek geweest later natuurlijk, of wat hij had gebruikt. Maar ik geloof dat men er nooit helemaal uitgekomen is of hoeveel soorten drugs, zeg maar, in zijn lichaam zaten. Maar goed, toen werd hij dus midden in de nacht opgebeld. De jongen waar u diezelfde avond nog tot morgen tegen had gezegd, die was er niet meer. En u was uw hoofdrolspeler kwijt. En toen? Nou, ja, het producent was er niet, zeg maar. Dus ik heb
was meest verantwoordelijke. En dus heb ik de twee andere acteurs en de hoofdmedewerkers, dus camera en production design, even bij elkaar geprobeerd te roepen om te zeggen, om de informatie door te geven dat River helaas overleden was. Ik denk dat niemand het had verwacht, maar het was, je verwacht het niet überhaupt van iemand die jong is en zo en die plotseling er niet meer is. Dus hij was, ik geloof nog geen 23, zeg maar. Dus, en het is, hij was een zeer geliefde persoon, zeg maar. Kon u goed met hem persoonlijk? Ja, ik kon heel goed, ja. Hij heeft voor mij aardig wat liedjes geschreven. Liedjes vooraf, geschreven? Ja, vooraf en tijdens de opname, ja. Kun je er nog wat van herinneren? Ja. Ik kwam dus bij mij met de gitaar om te zeggen, maar, ik heb weer een liedje, zeg maar, voor jou. En, nee, we konden heel goed opschieten. Verhouding toen met zijn vader was niet best. Ik zou niet zeggen hoe die, zeg maar, ervoor of daarna, maar laat ik zeggen, het was toen niet best. Dus ik kreeg een soort zo vaderrol, eigenlijk indirect, zeg maar, een beetje toebedeeld, zeg maar. Mm. Door leeftijdsverschil en door het feit dat je, ik zou haast zeggen, aandacht hebt voor iemand die niet alleen in een film zit, maar gewoon als persoon. De film is toen op slot gegaan. Ja. En een paar jaar geleden heeft u hem toch weer opgepakt en weten te bemachtigen. Ja, dat is, laat ik het simpel zeggen, dat er is een oneenigheid ontstaan tussen de bank die de film cashflowde, zeg maar, en de verzekering. De producenten en de financiers die hadden dus alles losgelaten toen Rivendell. Die zei van, nou, het is afgelopen, we gaan niet verder, inclusief mezelf. Het was niet zo dat we met special effects zelf de voeten van iemand anders zouden filmen of bij wijze van spreken Johnny Depp zijn gezicht zouden gebruiken om River na te apen of zoiets. Dus dat was dood. Zeg maar in 1993 was het hele project afgelopen. Althans, film is gesproken. En in 1999 hebben ze het bijgelegd. En toen was het materiaal intussen in een lood, zeg maar, van onder beheer van de verzekering. De verzekering had niks met het materiaal, want het is een verzekering die geen films maakt. Gewoon. En dus, wat moeten we mee? En die heeft het aangeboden aan de American Film Institute en aan UCLA, de filmafdeling. En eigenlijk de twee filmmusea in Amerika, afgezien van New York. Die wouden het materiaal niet hebben, omdat, dat hebben ze mij verteld. Dus ik heb het zelf niet gehoord, maar ze mij verteld. Omdat het ongemonteerd materiaal was en ze niet snel genoeg profijt konden trekken van het materiaal. Ze moesten eerst investeren voordat ze er misschien iets aan hadden. En dat hadden ze niet, of ze hadden geen budget ervoor, of ze wilden dat niet. Ik laat het midden. Toen heeft de verzekering besloten, nou ja, dan vernietigen we het materiaal, want we kunnen het niet meer bewaren. Toen ik dat hoorde, toen heb ik gezegd, nou, ik laat het weghalen. En bewaren gewoon, want ik vond het een beslissing die wel vanuit financieel oogpunt van een verzekering begrijpt, maar die dus filmisch vond ik onverantwoord. Ja, we hebben het over de laatste film van een van de meest lopende talenten. Ja, het is de laatste film van River, afgezien van dat het ook een film van mij was, zeg maar. Ja. En nou ja, ik ben niet zo bewaarderig, maar ik ga ook niet meteen alles wegdoen. Maar u heeft hem nu net gemonteerd, zojuist. Nou, het is zo dat in 1999 heb ik het laten weghalen. Toen heeft het, zeg maar, heel lang gelegen. Want ik zat met andere films bezig. En toen in 2007, eind 2000, kreeg ik een slagaderbreuk. Toen ben ik een jaar echt maar weg geweest. Dan wordt er maar nu invalide, totaal in bed en operaties en doodverklaard 2 keer. Ik ben toen geopereerd en nogmaals, zoals ik zeg, een invalide geweest een jaar lang. En
nou, revalidatie. Gewoon, nou ja, zoals dat met meer mensen gebeurt. En in die tijd had ik, zei ik van, nou, ik wil eigenlijk, want men gaf mij weinig tijd, laat ik het zo zeggen, ook toen al. Dat ik, ja, ik wil eigenlijk die film afmaken. Dat begon een, ik noem het een creatieve urgentie in mij te worden, dat het af moest. Ik ben, nou, dat ging niet meteen, want ik dacht, ik moet eerst kijken of ik überhaupt kan filmen. Toen heb ik Homeland gemaakt. Het was een documentaire, dus met vier mensen, zeg maar, vijf mensen. Niet met 150 mensen, zeg maar, een crew of zoiets. En toen ben ik begonnen kijken, ja, wat is dat materiaal waard, zeg maar, want het was bijna 20 jaar oud. Dus ik wist het ook al niet meer. Ik wist wel dat men had gezegd dat het goed materiaal was en dat waarschijnlijk een belangrijke film uit zou komen, zeg maar, in Amerika. Dus toen de rushes werden vertoond enzovoorts. En toen hebben we dan een soort assembly, gewoon heel snel in 5 dagen, zeg maar, een beetje de film aan elkaar, om te kijken wat het materiaal was. Toen dacht men, een editor, zeg maar, die dat aan elkaar plankte, en ikzelf en een paar andere mensen, ja, het is de moeite waard. Ja, en toen, nou ja, dan moet je de goede moment hebben. Ik ben dus, zeg maar, begin 2012 van de montage begonnen. En die is nu af? Beeldmontage is af. En ik ben nog bezig met muziek en geluid. Mm-hmm. Nou ja, kleurcorrecties voor alle dingen die dan nog moeten. Maar zoals je zegt, je hebt picture lock. Die is er. Is dat ik de film wilde afmaken voordat het, nou ja, laat maar zeggen, te laat zou zijn. Of dat ik er niet meer was. Het was niet zo dat iemand de film moest afmaken. Het is zeg maar, mijn eigen kindje, om het zo maar te noemen. En dus er zit een bepaalde druk, ja. Neem aan dat je de naam van Antonioni kent, als filmer. Michelangelo Antonioni. Ja, die man heeft dus was zwaar ziek en kon niet meer praten, kon niet meer lopen. Wilde toch filmen. Ik ben gevraagd om zijn laatste film te doen. Dat ben ik bij hem geweest, nou, een dag of 8, 9, om te bespreken. En hij kon niet praten, hij kon alleen maar grommen. En hij kon niet eens zijn hand goed gebruiken. En hij liep, nou ja, nog langzamer dan ik nu. En hij wou die film maken. En zijn vrouw had een documentaire voor hem gemaakt. En de titel van die documentaire is: als ik niet kan filmen, ga ik liever dood. Dan wil ik niet zeggen dat ik zo obsessief ben als Antonioni. Maar dat was ik dus wel, zeg maar, vroeger. Ik ben nu wijzer, zeg maar, om meer dingen in het leven. Dan was het de stilte van gevangen in mijn ziekte, zeg maar, die kan weinig bewegen. Gebeurt er wat je niet verwacht, zeg maar. En nou ja, dat moet je gewoon, de consequenties, die moet je maar nemen met, ik zeg, met humor. En wijsheid. In dit jaar krijgen wij van u dus nog een film met River Phoenix. Laten we hem in september gaan kijken, in ieder geval op het Nederlands Filmfestival. En laten we ervan uitgaan dat hij daar nog gewoon in roulatie gaat. Dus Dark Blood, let's check it out.